Het was vrijdag opnieuw druk bij het provinciehuis in Noord-Brabant in Den Bosch. Vanuit de hele provincie kwamen trekkers richting de hoofdstad, omdat de provincie stemt over de stikstofmaatregelen. Geachte leden van de provinciale staten. Heel veel boeren maken zich zorgen. Het is niet voor niets dat we hier de hele week al staan met een estafette protest. Elke dag trekkers, elke dag weer gezinnen die hier hun zorg komen uiten. Daarom zijn we hier vandaag bij elkaar om te laten zien dat we het niet meer pikken. Gaat het niet goed schiks, dan gaat het wel kwaad schiks. Want er is hier in dit land helemaal niemand die tegen ons aan kan. Tot nu toe hebben we ons altijd super gedragen, waarvoor ook de complimenten naar alle boeren. Maar bij ons in de groep wordt de roep om bikkelharde acties met de dag groter. Ik waarschuw vanaf hier ook, hou rekening met ons. De emoties in de groep zijn veel groter als velen van jullie kunnen bevroeden. Ik wens de statenleden dan ook veel wijsheid vandaag en ik hoop dat ze het platteland niet verloochenen. Succes. Het massale protest van vandaag. Meer dan 2000 boeren staan hier op de stoep. 1500 trekkers. Dat is niet voor niks. Die mensen met dit mooie weer van vandaag hadden echt andere dingen te doen. Maar het gaat vandaag over hun toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat er aanpassingen komen. Maar of ze zo ver gaan als wij willen, dat weten we vanavond. Dus nog een paar uur geduld hebben? Ik denk nog meer dan zelfs dan een paar uur. Ik verwacht dat het laat gaat worden. Later meer over de uitkomst van het debat op nieuweoogst.nl.